Onze plan, en natuurlijk begint onze plan in 2014 en gaan we verder in 2015. Wij zijn bezig op 5 pijlers. Eerste, we gaan verder onze analyse maken. Wat gebeurt op de businessmarkt? Dus verder analyse maken. Welke offerten zijn beschikbaar op nationaal en internationale vlak? Twee, gaan we verder wat betreft transparantie op de businessmarkt. Dus wij zouden graag dat businessklanten weten wat is beschikbaar voor hen, wat betreft offerten, prijzen en beschikbaarheid qua netwerk in hun buurt. Drie, gaan we verder met onze marktanalyse wat betreft wat we noemen MTR en FTR. Dus mobiele terminatie en fixed terminatie. En in de loop van 2015 gaan we resultaat krijgen met potentieel positief impact voor de businessklant. Vier, gaan we vanaf volgende maand hebben we een goedkeuring wat betreft de nieuwe NGLL-offerte. Next Generation Lease Line. Wat betekent dat? Betekent dat andere spelers kunnen toegang krijgen op het netwerk van Belgacom om inderdaad nieuwe generatie leaselijn te krijgen. Wat betreft dat? Ethernet leaselijn om inderdaad zeer hoge capaciteit toegang aan te bieden aan de professionele markt. En vijfde, samen met onze collega van de regelgever op de Europese markt, dus BEREC, zijn we bezig wat betreft een studie over hoe kunnen we gemakkelijk van operatoren veranderen. Wat we noemen de switch-programma. En wij open om daar heel veel leren en natuurlijk een aantal aanbevelingen hebben voor de Belgische markt. In het belang van de professionele gebruikers.